Hvis man selv var sættet, kan jeg forgære for inden, så. Jorden er jorden. Ikke med ved i mig, jeg med ham. Ja, han er. Het is vanuit hartstikke populair op het Friese platteland, autocrossen. Intussen uitgroeit aan versloin eigen subcultuur met tal van varianten. Zij is er het zogenaamde stockcar racen, autocross als topsport, met de wereldkampioenschappen in Engeland als heerlijk zichtpunt. Of het bagger racen, het botsen van de gewone jongen die mooi een spectaculaire laatste rit een eerbetoon aan zijn oude auto jouwt. Het is de verhouding van de Hoenekop. De popgroep die als geen oor het gevoel van de crosser weer jouwt. In 12 afleverings volgt het Friesland Doc de avonturen van de Roeghouwers. Jammer, ik heb wel bogen als je achter me. Ik dacht op een gegeven moment, oh oh. Je hebt het testen met jongeren. Wat zie ik dan? Ja, waar ik mijn been had. Ja, vader is wist lijst er ook al. Ja, helemaal lijst al, ja. Mooi, ja. Ideaal. Prachtig, jong, dit. Ja. Dat zie ik nog nooit in, heb ik altijd al een keer man. Ik ken allemaal een keer. Nee, dit is nog een keer. Dit is het net wel. Dit is het gebeurd, die heeft het manje platstand. Ik ben hier bij Huis op Sloperij. Ik ben bij Huis Heid aan het werken voor mezelf. Onderdelen handel wat, brakjes. En jongens begint de hobby. We doen een 50 oude sprayer. En dit is de volgende dan. Een Ford Custom Line van Jochen 50, Likauto. Ik ben er net zo heel vol mee van. Ik ga hem zelf in Duitsland weihellen, had er hier een stilsting in. Nooit hier weer toch dat rijden zo, maar we toveren hem wel even om. Er komt een, komt een dikke plaat op voor de veiligheid, voor de inrin. Komt voor de granatenmotor, komt erin te lezen, mij een grote wettertank. Natuurlijk de welbekende beugel komt erin te staan. Voor de zijwaartse klap en voor het dak. En er komt nog een voetenplaat in, om de beenruimte te beschermen met ze nemen. Het overtollige iets wat er wat uithellen. En natuurlijk de farven, hè, in de teamkleuren. Dat is ook belangrijk. Dan, dan hopen we een paar flinke klappen uit je kind. Het minde eigenlijk goed. Ik heb er een waardig afscheid. En al die heren.
De regels? Ja, weinig, want er zijn weinig regels. De eerste regel is om meest net op de linkerkant pakken waar we zitten. Dat gebeurt wel, dat gaat wel eens mis. En verder is eigenlijk alles tastig in. Dat varieert een beetje van de organisatie, 12, 15, 20 ronden rijden. En waar het eerste die ronde maakt, had hij de winnaar. Maar alles is tastig in. Op het moment dat hij stil zit, dan kun je hem er gewoon vol achterin zetten. Wat ik vaak gebeurt, dat zit onhoudig een beetje in. Op het moment dat hij stil zit, mij ze er achterin gaan. Resultaat, zitbaatse klap met tastig in. In principe mij gewoon alles doen. En respect. Een brutte respect tonen voor alle riders. Ik bedoel, het is de bedoeling dat we mannetjes al even ontwerp kennen. Dus de auto maakt nooit weg. Maar de rider die maakt nog aan de hoorn aan en kwam een keer aan de werpziek. Now John the Bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free. And he's quick with a joke. Gotta light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As the smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. Hoi. Hoi, bist u op een sloop? Jazeker. Nou, we zijn nou onderwijs en we tochten nooit een wippen bij Del, want ik moet eigenlijk naar een auto gaan voor december. En ja, voor de start. Ik kan misschien nog veel wat te stellen. Ja, ik kom er wel, je kan weer mee in alle bom. Oké, eerst best. Mooi welke. Deel is de grut. Die is helemaal de grut. Prongers was het, hè? Nee. Dat is voor de pizzeria. Een punto. Een mooie middenklasse. En was het een papier uit de dood. Rentie? Het boer erin. Je kunt ook een klap van krijgen, hè, ja. Je doet het! Je doet het. Mooi bakje toch? Er zit lekker een asbak in. Nou, prachtig. Ja. Ik zeg doen. Ja, wat maakt er voor haar? Wat maakt er voor haar? Weet wel, hè? Ik moet er niks van gaan. Ik doe altijd even een zak. Oké. Als mijn dag wil, dan is het mij goed. Dat weet ik nou. Maar de meest helemaal om slopen. Alles in mijn hele keel. Dat bouwen we helemaal vol mijn eigen onderdeel. En dan met de beugel erin, de motor erin, de oplader op, helemaal opbouwen. Dus dat doet allemaal even tijdig. Ik ben geen hartchirurg. Ik ben geen logemaker. Ik ben geen gynaecoloog. Ik ben geen gynaecoloog. Ik ben geen koekjebakker. Dat zeg ik nooit meer. Maar ik ben een roehouwer, een roodouwer, een hutcouteur, een scheepsbouwer. Alles een beetje skaal in op het eeuw. Want die mieren neuken rijden, ik heb die vis te dreven. Schiet die wetterpas, maar in een feit. Ik kan ik ondernemen, omdat het net alles zijn. Ik zie net zijn nou. Al een Chinees,
Ik zie net op een kudde hier en ik net op een streep. Op een centimeter. Op 1 centimeter, of zo. Want ik ben een roeghouwer, een roodouwer. Een roodouwer. Een koeter, een scheepsbouwer. Alles een beetje is kaal in je nabatij. Want die mieren nu gereden, ik heb mijn vis te dreig. Ik ben geen computerneur. Ik ben geen computerneur. Ik ben geen ambtenaar. Ik ben geen pennenlegger. Of een pietentovenaar of zo. Maar ik ben een roeghouwer. Een roodouwer. Een hutter. Een scheepsbouwer. Alles een beetje is kaal in een appartij. Want die mieren neuken rijden, ik heb mijn vis te dreig. Bak het maar vast. De brander is gewillig, het is maar voor een oor, dus ik ben wat onverschillig. Geen sterveling, die daar ooit weer wordt van shot. Ik kom daar net alleen, maar ze kennen me wat. Ze kennen al je hartstikke naar die vallen. Want ik ben een roeghouwer. Dit is een Nest Statesman van jongetje 54. Als Kostjelien ophelt, is die jaren in Loon, is geïmporteerd. En ja, het is echt een liefhebbersauto. En kan wel zien, hier in verre staat van binnen, zeg ik al dit. Hier is nog wel te redden, nog echt mat. Maar ik red hem net. Ik jou, kijk, ze die oorhouders een waardig afscheid. Maar het is wel een echte klassieker, dus je bent er net vol. In Amerika ook net. En die is vierdrek wel compleet. Het lijkt het al even extreem, maar dan kan dat ding weer opbouwen. Ja, dan zie ik het wel zitten. Jawel. Liefhebbers, ik had pensioen en de goeie om de baan. Maar ja, hoe meer liefhebbers, hoe groter de kick, zeg ik wel eens. Maar het is wel zo, dat vergissen ze hun vaak in. Wie ben ik zelf liefhebbers van zo'n spul. Dus de onderdelen we net doelloos stekkers alleen, die gaan ik ben een liefhebber staan. Dus in principe gaan ze dezelfde weer doen. Maar ja, het bloot altijd een pijnlijk moment dat een extreme, zeldzame auto zijn laatste rit maakt. En, ja, daar haal je weer de kick wel wat uit. Ik hoef je vinden plaat de hel in, dat zei me niks. Puur voor de klap. Daar doe ik het voor. Het gaat om een klap, ja. En het blijft zo hut mogelijk. Zo hut mogelijk. Ja. Ik ga wel eens klappen joen en klappen krijgen, daar ga ik brood van weer. Ja, dat is. Dat jaar erbij, hè. Als je in de Bobdamming gaat, maar. Ja. Je kunt je ook nooit voorbereiden op een klap. Je weet niet hoe hurdle trace, je weet niet wat er gebeurt, je weet niet hoe die auto in aan de rekken. Ik heb eigenlijk net van bed komen, hè? Ze stier van planken, bontenblauw, stream van de gordels in de nekken. Ja, heerlijk gevoel dat het is. Een heerlijk gevoel. Ik denk hier zij zit er een bengerrace nog. Ik wou meer in de stakkers hebben, maar dat woorde net. En toen het met de bengers begon. En, ja, ik vind het wel mooi dat dat beneden had. Dus, het is echt wat een roege spot wordt. En de stakkers is een beetje meer serieuzer. Wat, en dat leidt hem zo net. Bij hem is één, het eerste is bengerrace. Het tweede is wat op staptuig en het derde is burk. En had ik het tweede maand net op een sloperij komen zo. Dan kon ik zien hoe vaak het krassen werd, want oer leidt een bultje goed. En hier roept niks op. Ik zie zo vaak, roem het even op, maar nee, heet, ik met de auto bekleed, ik met de avarine hem. Ja, ik vind het wel mooi. Vanmorgen weer in paniek,
Dat de kraan van de vrachtauto die het net. En hier in de DAF-garage, iedereen wil bellen. En ik zei, kom maar voor ik show wel even. Of net klikken, ik kan het dan. Ik van de oude kraan, ik kon bellen in hem, ik kon een kraan krijgen. Dus ik zei, nou, Rieders is het altijd. Dus ik had pomp met het even van de sloper even helpen, ben ik eronder clean. Had ik erop tikken. En die zei, hoe was het ding? En ik zei, maar is het vrij, je doet het wel, hè? Ja, maar dat komt het om. Dus, en die wist wie is wat. Dus, Je zet hem achter vijf bij Kennings. En dan loeken ze met de kraan, loeken ze weer, de mensen zijn wel langer. En dan zet een stieltje tussen en dan rieden ze weg. Het is net APK keurd, maar dat riet al weg. Dus, Is hak. En hier hebben we een hele verzameling oude steen. Mijn huid krast al voor ik geboren ben. En dan ging ik altijd als liedfamke naar mij. En dan strunde ik wat over de trein heen samen met mijn en mijn broer en mijn neefje. En dan gingen wij flesjes zieken. En mijn huid kraste de hele tijd terug. En dat wie ze zaterdag is altijd. Gevoel als het op de baan komt. Het is gewoon prachtig. Ik ben grote badzouder, doe meestal alles ervan. Ja. Het is gewoon prachtig. Ja, vooral inderdaad de adrenaline, de spanning. Als dan weer eindelijk in die auto zit, waar zo lang ontbouwd hast. En dan ga je misschien allemaal op een baan. En dan vooral dat punt als dan gasmeisje aan. Dat iedereen zich ook erop riet. En er zit van alles om die heen gebeuren. En die spanning die is dan hast. Dat is eigenlijk wel. Dat haast, ja, daar haak ik alles voor. Ja. Eerst maar rond ze maar rustig rijden. Dus dan gingen we die en toen voelde de vlaag. En dan ga je dan dus weer een auto voor me die weer over de waas ging. Dus daar knalde ik ze op. Dus toen steek ik oorsom. Ik wachtte dat het wat rustiger was. En toen draai ik heel snel die auto de baan op. En bij mijn achterwiel zit klein, maar dat wist ik net. Dus ik ging zo heel rustig de baan op. Nou ja, dat is het eerst. Ik kwam al die auto's. Dat ik net op rekenen. Toen kreeg ik een lul, dus ik vlag aan. En ik zei een mandje aan de kant steen. En maar ik zag vlag, dus ik die sa. En al vlag, van drift aan de hoorn. En toen kreeg ik nog een klap. Shit. Dat gaat de auto. Ik ben wel helder. Ik denk, ik kan weer rijden. Ik denk, op mijn dak er al is, dan mag ik niet meer rijden. Dag, wat er net al? Nee, ik doe niet wat. Ik ben er goed voor. Rustig blijven, gaat. Rustig blijven zitten. Alles best. Op een gegeven moment mocht ik wel uitstappen en moest ik in de ambulance moest ik mee. Ik bekeerde me niet, ik voelde me goed. Dus, Oh, dan kijk je al even, hè, zolang we bezig zijn. Allemaal lasten erbij, dan liggen voor de jongen af zelf. Maar... Ja, zijn jongetje hier, hè? Zeilbaas. Sukkeltje. Ja, risico voor het vak. Ja, risico voor het vak.
Speel ik met mijn leven, speel je wie mijn leven? Nee. Nee, wanneer speel je met je leven? He? Wie staat in je ouders? Nee, dat ze keurd zijn. Je ouders zijn gewoon echt streng keurd. Ja? Het gebeurt ook weer vaak dat ze al keurd worden. Omdat die eisen zo streng zijn. Allemaal precies zo bouwd worden. Allemaal zo... Dat kan helemaal niet gebeuren in principe. Natuurlijk kan het wat breken. Maar dat moet alles partner zijn. He? Jongen. Ah, jongen. Wat varen we? Tjo. Het mooiste van de bengrezen vind ik de kameraadschap wat er omheen zit. Met z'n allen auto's bouwen, een mooie dag voort met z'n allen op M, best een heel dag mooi voort. En dat vind ik wel het allermooiste van de bengrezen. Got nooit wel eens. Ouder wordt in al en dan mogen we sowieso proberen ons kijken, want we met Sibyl langer houden. Dan mogen we ook een beetje met eerder staan om het ding stevig te maken. Net als de regels dat we dat al hebben, dus ik zou eigenlijk net eerlijk zijn uitzetten. Dankjewel. Ja, dat is heel simpel. Ik zou ook een keer in ouder in en weer over, maar ik ben blij dat er net één ging, hè. Maar ik denk dat hij haast nog een beetje aan de bodem nog een beetje minder rond daar weer, maar dat is direct net te geven. Zit ik wel op zo. Ja. Helemaal. Maar met de dag dat heer wel op afrin. Die ben ik kwijt. Doel bereikt, hè? Hier sport en daar gaat het om in deze sport. Als hier is moeilijk, het valt me zwaar. Er bestaat geen simpele manier.
Ek al in der mooie tieren, zolang het biete gerre wien, sluit ik het boek, het is al vier, maar het valt me zwier. Oh ja, ik ging een Mercedes oldtimer, 280 SE voor dagelijks gebruik. En toen had die reglementen verloren, want ik reed belastingvrij. En toen moest ik een keer vier banken in het kwartaal betalen. Ja, en Leeuwen die hield altijd al over banger in dit en banger in dat. Ik zei, nou, dan krijg je die auto van mij. Plat jij er door wat hoenekop reclame op. En dan had er een waardige afscheid. Afscheid is moeilijk, maar ik wil bij mijn besluit het toch missen. Die allerlaatste tuur. Doe best net meer. Belastingvrij, dat doe ik je snel, mijn lieve mij. Het is schande, maar ik blijf bij mijn besluit. Maar doe ik eens net meer. Als ik hier is het moeilijk, maar dit is hoe het je doet. Maar mijn lieve, dat ik die missen zil. En dat ik een drinkje let. Het gebeurt altijd al dat je niet in Holle gaat, maar ik hoop dat er iemand mooi stiert weg een plan gaat achter niet zetten kan. Dat is het bedoel. Ik hoop net dat er daarvoor een stekking is. Dat lijkt me mooi. Om gewoon van lang heen en dan midden in Volvo, bijvoorbeeld. Ik zou hier graag horen wollen, maar vier banken in kwartaal, daar is vissen te vol de belasting. Die had het goed verpest, het is net best. Maar ik kreeg het nog drie en ik kreeg het nog zwier. Want ik is steeds zich op het renneskwartier. Mijn hier uit en eruit en reclame om tien door. En op de baan. And I'm